probleem ik ben? Wat denken jullie toch te vinden in een stuk geslagen Maria? In Breugel speel ik dus meerdere rollen. Ik heb eigenlijk kleinere tussenrolletjes, zoals een vroedvrouw, Davies, een man die alle godinnen moet vervangen door Maria-beelden, Margaretha van Parma, een boerendochter, Breugelfiguren. Nu moeten al die godinnen vervangen worden door één dezelfde. Dat is... Sowieso heb ik heel veel schilderijen bekeken van Breugel en wou ik graag voor mijzelf of zo ook de fysicaliteit van zijn schilderijen in de personages steken die ik speel. Maar de vroedvrouw is een heel imposante vrouw, alleen al door het kostuum, en is echt een heerlijke binnenkomst of zo. Dat is een cadeau natuurlijk. Ik moet altijd maar kinderen verlossen. En ik word gezien als het grootste kwaad. Omdat ik voortdurend met onzuiver bloed in contact sta. Ik denk dat ik in eerste instantie altijd dicht bij mezelf ga zoeken. Maar ook wel graag naar een personage toe ga. Of het is een beetje van beide, denk ik. Van, het is zo alsof je eerst bekijkt van wat heb ik gemeen met dat personage, wat heeft dat personage gemeen met mij, wat hebben we niet gemeen. Of, het is een soort van samenspel ook tussen naar elkaar toe gaan en van elkaar wegbewegen ofzo. En ook een van de mooiste dingen dat Jan Steen ooit zei is dat personages eigenlijk altijd bovenmenselijk zijn. Allee, of in de zin van een personage kan zo onvoorspelbaar zijn en eigenlijk altijd onverwacht reageren of er is geen hokje of zo waarin een personage moet zitten. Elk beeld moet worden bekleed, want die nieuwe is bedekt. Het kindje mag niet echt denken van de borst. Ik stel mij daar geen vragen bij, want dat kost mijn eigen kop. Voor mij is het belangrijk om te laten zien wat er op dat moment is en te voelen wat er op dat moment is. En dat is zo eng, omdat ik vind het veel enger dan bepaalde trucken gebruiken om te doen alsof je iets voelt of dat vind ik... ik vind het veel enger om gewoon, hier ben ik en dit is vandaag. Alle protestantse hoers! Ik ben de enige echte die prins is, nog prinses. Het is de katholieke landvoogdes van de lage landen. Tegen wie ga je het opnemen? Ja. Als mens kunnen spelen of zo is zoiets mooi en waardevol en... Ja, in het leven denk ik ben ik rustelozer. Of kan ik moeilijker ontladen. Dus spelen heeft voor mij wel een heel grote ontladingskracht. Ofzo.